Tussen de Van Hetenstraat en de Meiboomstraat komt een hondenspeelplaats. Op 7 maart gaat de speelplaats ingericht worden door de buurt. Tenminste als het aan initiatiefneemster mevrouw Kool van den Berg ligt. Ik heb hier ook een enquête gehouden en ik heb gefolderd in de buurt. En mensen zijn heel enthousiast dat hier een hondenspeelplek komt. Het hondenspeelveld is niet alleen leuk voor honden, maar de wijk wordt er ook nog eens schoner van. Want er is hier heel veel overlast, ook dat er hondenpoep op de stoepen ligt. En op het moment dat je dus hier een uitlaatplek hebt, dan heeft de gemeente ook veel meer recht van spreken om te zeggen van het mag niet meer op de stoep. Want er is een gelegenheid om je hond uit te laten. Wie gaat allemaal onderhouden? Het is de bedoeling dat er inderdaad wel onderhoudsbeurten komen. Want het grote werk moet natuurlijk door. Ik verwacht dat door het groenbedrijf gedaan wordt. Maar het netjes houden, het dagelijks een beetje zorgen dat het hier geen grote rotzooi wordt. Dat wordt gewoon van de hondenbezitters verwacht. Mevrouw Kool van den Berg is al een poos bezig met de speelplaats. De afgelopen tijd probeerde ze draagvlak te creëren en het financiële plaatje rond te krijgen. Het wordt gefinancierd door Wij Deventer. Dat is een onderdeel van Raster opbouwwerk. Of Raster is een onderdeel van Wij Deventer, geloof ik. En de gemeente Deventer is daar ook een onderdeel van. En ook het wijkteam heeft hier zijn goedkeuring aangegeven. Mevrouw Kool van den Berg komt handen tekort, want er moet op 7 maart nog veel gebeuren. Er komen in ieder geval paaltjes waar je dus slalom kan lopen. Er komen trappetjes. Er zijn meerdere hondenspeelplekken hier in Deventer. Dus je moet je voorstellen dat het een beetje gelijk wordt zoals het daar ook is. Zodat je inderdaad een rioolbuis waar de honden doorheen kunnen lopen. Wilt u zaterdag 7 maart vanaf 11 uur meehelpen? Aanmelden kan via jokekool@home.nl.